dacht dat jullie het wedstrijdplan wel redelijk goed voor elkaar hadden, Gino. Maar ja, dat kon je na 10 minuten weggooien. Ja, inderdaad. De eerste 10 minuten stonden gewoon goed. We konden ze goed onder druk zetten. En op een gegeven moment rode kaart, ja, dat verandert natuurlijk alles. Dus ja, zonde. Heb jij het gezien? Ja, ik zag het gebeuren. En ja, ik denk dat hij daar inderdaad rood voor kan geven. Ja, hij is iets te laat en ja, misschien iets te fanatiek en te gretig. Ja, zonde. Had dat ook een beetje met felheid te maken waar jullie mee moesten beginnen? Nou ja, natuurlijk altijd nog gezonde felheid. En dit is denk ik gewoon puur zijn eigen gretigheid. En ja, dat kan iedereen denk ik ook voorkomen. En ik, ja, misschien ook dat het te maken heeft dat hij een tijd niet heeft gespeeld. En ja, hier echt gewoon wil winnen. En daar gebeurt zoiets. Ook een beetje onzekerheid. En die speler die de overtreding op maakte, die sprong ook wel op. En dat zag er ook wat vreselijker uit dan het was misschien. Ja, tuurlijk. Die maakt er ook gebruik van. Ik bedoel, ja, op het moment dat hij misschien blijft staan en een gegeten krijgt, misschien de gele kaart. Nou ja, hij maakt het nog wat mooier. En ja, rood. Zonde. Wat denk je dan eigenlijk? Ja, dan denk ik van... Het plan is gewoon, ja, weet je, nu wordt het tegenhouden en ja, je hebt de eerste 10 minuten echt het gevoel dat je gewoon hier iets kan forceren. En ja, dan met Simon wordt het een stuk moeilijker natuurlijk. Zoals in de tweede helft zijn ook nog wel momentjes dat jullie best aan het voetballen. Ja, absoluut, absoluut. En ja, uiteindelijk word je toch wel, speelt de vermoeidheid gewoon mee. Ja, dat blijven hele grote ruimtes die je dan moet beloven als spelers zijn. En ja, dan uiteindelijk kunnen ze toch nog 4 keer scoren. Ik heb dan het idee dat Alex net wat meer naar de winterstop snakte dan jullie eigenlijk. Ja, inderdaad. Ik had die indruk ook al. Ik dacht van, wat ik zeg, eerst op 10 minuten waren we gewoon veel frisser. En met 10 man stond het nog steeds wel aardig. Maar ja... Je kan het niet 90 minuten, dan tenminste 80 minuten, ja, wordt een hele lange periode met 10 man. En ik denk dat ons echt apart heeft gespeeld. Ik weet als keeper de man van de wedstrijd is, volgens mij zijn geen goed tegen. Inderdaad. Zeker niet als je veel zien hebt verliest. Nee, precies. Nee, ja, balen. Goed kerst nog. Dankjewel, jou.